Ja, hoe je een uitgever vindt voor je manuscript, dat is natuurlijk wat bijna iedereen, bijna elke aspirantschrijver wil weten. Het kan natuurlijk gewoon zijn door het in te sturen naar een uitgeverij of agent, maar de kans dat het dan doorkomt of dat je het dan gaat redden is echt 1 op 1000. Bedenk dat. Beter is het echt om je goed te verdiepen in het boekenvak. Kijk heel goed naar wat doen uitgevers nou precies. Wat geven ze uit? Waarom vind je dat je boek daarbij past? Dus doe echt de research. Maar ga ook naar lezingen met auteurs. Of ga naar evenementen waar redacteuren en auteurs samenkomen. Want elke uitgever, elke agent is de hele dag op zoek naar nieuwe boeken, naar nieuwe verhalen. Dat is namelijk waar we met z'n allen van leven. Dus we willen allemaal echt wel. Maar zorg dus ook dat je mensen leert kennen uit het vak, want het is altijd makkelijker om aangedragen te worden door iemand en dan word je sneller gelezen, sneller opgepakt dan wanneer het totaal lukraak in je mailbox belandt. Dus eigenlijk is mijn voornaamste tip, verdiep je vooral heel goed in het boekenvak voordat je het ergens heen stuurt. Vond je dit nou een handige tip? Check dan ook ons YouTube kanaal voor andere video's of ga naar onze website cbsbisseling.com en daar kun je trouwens ook dit boek voor krijgen.